Hey guys, dit is al eventjes geleden. Het is vandaag, Monday, happy Monday, yay! Ik wil gewoon even zeggen van, aangezien ik toch mijn leven met jullie een beetje deel, dat het gewoon niet fijn is als je soms wordt beoordeeld aan hetgeen dat je koopt en zo. Hoe moet ik dat vertellen? Het is gewoon het feit. Allee, ja, ik verschoot gewoon ervan dat bepaalde mensen in mijn directe omgeving precies mijn geld aan het tellen was. Allee, mijn geld aan het tellen was. De uitgaven dat ik deed, bijvoorbeeld mijn wimper extensions. Ik ben altijd heel eerlijk in hoeveel dingen kosten en zo. En ik denk dat ik dat misschien in de toekomst beter niet meer ga doen. Want ik heb gemerkt dat. Als je bijvoorbeeld zegt van, oh ja, dat vind ik duur, dat andere mensen bijvoorbeeld zeggen van, ja, maar ja, je draagt wel een prijsstandjes, dat kost zoveel per maand, hé? En misschien, maar ja, het is mijn eigen fout aan de ene kant, ik vertel het al, maar ik probeer altijd eerlijk te zijn, en ik vind ook, het is belangrijk dat je er een nummer op plakt. Laten we eerlijk zijn, iedereen heeft geld nodig, en we moeten er allemaal zijn erop te komen op het einde van de maand. Allee, die hebben dan misschien zomaar dat probleem misschien nog niet, dus dan nog misschien nog een, op school en zo. Maar jullie krijgen misschien ook zakgeld en zo, je moet er ook mee toekomen. Dus daarom, ik vond dat nooit niet, geen probleem om dat te zeggen, maar ja, dit kost zoveel, laten we eerlijk zijn. Laten we een kat en kat noemen. Dingen kosten geld, voor veel dingen ze moeten sparen. En, god ja, maar ik ben gewoon zeer dat bepaalde, dat mensen in mijn dichte omgeving mij begonnen te beoordelen of het feit van, dat doe jij en dat doe jij en ja, dat doe je met je geld. Je zou dat beter daarin steken of je zou beter schilderen of je zou beter dat doen. Ik dacht in mijn eigen van, sommige mensen liever te veel mee, ik zal zeggen. Ik had soms gezegd van, dat is mijn probleem, niet uw probleem. Dat zijn mijn zaken, niet uw zaken. Ik probeer gewoon mijn leven zo'n beetje te delen met jullie. Op een toffe, luchtige manier. Allee, dit is ook meer een hobby van mij en... Ja, ik bedoel, ik draag nu bijvoorbeeld mijn prextensions. Volgende maand kan dat zijn dat ik geen prextensions doe. Ik ga bijvoorbeeld om de 3 maanden naar de kapper. Zo, het kan zijn dat ik binnen 3 maanden geen geld meer voor heb. En ik ben er alle. Ik dacht van, dat is het leven gewoon. Soms heb je er geld voor en een andere man heb je er geen geld voor. En ik zal er niet om liegen of zo. En ik wil er ook niet over liegen, maar... Allee, ja, ik wil niet aangesproken worden met... ik probeer altijd positief te blijven, ik zou het zo zeggen. Ik zou niet proberen... sommige mensen doen elke maand door nagels. Ik zou dan bijvoorbeeld... ik zou ook zeggen, dat is kei mooi. Maar ik zou ook niet pensen van, dat ik dat wel permitteer, ja of nee. Die heeft de kleine. Ja, die kleine heeft wel genoeg lief en zo. En waar komt dat geld van die nagels vandaan? En zo bedoel, dat zijn mijn zaken niet. Ik zou dat... Ik verschiet gewoon van soms hoe in mijn gedachten dat ik altijd positief probeer te zijn en dat ik het zo negatief terugkrijg. Ik zou zeggen van, je hebt mooie nagels, dat is mooi. Maar ik zou ook niet zeggen van, amai, hoeveel het dat gaat kosten. Wat is er aan de hand? Ik weet niet wat er aan de hand is in mijn... ik weet niet wat er aan de hand is. Ik denk ook niet dat jaloezie is of zo, maar... En ik apprecieer goed advies altijd en hulp, ik aanvaard dat altijd, maar ja, ik weet niet, ik zat er gisteravond wel echt in mijn hoofd ermee, wat is er aan de hand? En by the way, het is niet echt dat de kringloopwinkel gaat dat je marginaal zit, hè. dat is kei raar. Of, in een bepaalde, of ben ik zo nonchalant erin? Ik shop overal, ik ga naar de kringloop. Ik heb effectief al iets. Ja, ik heb zo van mijn oma zo service gekregen met een gouden randje aan. En nu ga ik af en toe naar de kringloop om te kijken of er zo kopjes zijn ook met een gouden randje aan. En who cares? Ik ga niet naar een antiekwinkel gaan en 1000 euro betalen voor een service met een gouden randje. Als ik dan de kringloop ook kan kopen voor 5 euro of zo. Of minder zelfs. Allee, de kringloop is kei goedkoop. Ik bedoel... Ik wil gewoon jullie duidelijk maken. Ik shop overal. Van de dure dingen tot de lage dingen.
Ik heb pimperextensions, ik draag pruiken, ik draag extensions in mijn haar. Dat kost allemaal superveel geld. En sommige maanden ga ik daar aan uitgeven, andere maanden ga ik daar niet aan uitgeven. Ik bedoel, en ik probeer. En als ik op het einde van de maand geld tekort kom, zou ik zeggen de volgende maand van shit, misschien moet ik minder naar de kapper gaan, misschien moet ik met die pimperextensions stoppen. Maar als ik naar jullie toe kom met alleen maar positieve dingen, komt dat niet terug naar mij met negatieve dingen. Want ik vraag daar ook gewoon niet om. Allee, ik snap dat echt niet. Waar dat of zo veronderstellingen. Van ja, je kunt niet anders dan de kringloop gaan, want je hebt geen geld. Hè. Ja, zo van oké, okay, misschien zag ik te veel over geld, maar. Oh my god. Allee, ik was echt. Nou ja, dat heeft mij echt slecht naar bezorgd. Hoe het feit dat mensen. Ja. Ik weet het niet goed. Dat kwam zo echt zo niet uit een positie van, ah ja, ik versta u, dat is echt zo van, ah ja, je kunt niet anders, hè, ah ja. Dat is zo echt zo van, nee, ik kan wel anders, maar ik kies ervoor. En ik haat stigma's. Het is niet omdat je naar de kringloopwinkel gaat, dat je arm bent. Het is niet omdat je naar de winkel gaat, dat je arm bent. En ik denk dat dat neig is aan de mensen in onder dingen, in onder, ja, in onder beeld bij zich. Van, oh, dat is minder. Dan gaan de mensen dat jullie geen geld hebben. Who cares? Je moet liever. Ik ben altijd diegenen die naar de tweedehandswinkel gaan, diegenen die naar de kringloop gaan, die zijn slim. Oké, okay? Die zijn echt slim. En ik zeg ook niet dat je altijd een tweedehandswinkel moet kopen. Ik bedoel, al ja, ik hou ook van mijn merkproducten. Bijvoorbeeld wasproducten koop ik altijd merk, maar ik ga voor mijn liter op naar de Aldi. Dus don't judge. Don't judge me alsjeblieft. Beoordeel me niet. Want ik ben zuinig en ik heb mijn geld op haar. En ik hoor, ik zal u niet beoordelen. Oh, dat was keer raar. What the hell? We gaan onze dag beginnen. Want we hebben eigenlijk officieel verlof, maar we hebben eigenlijk geen verlof, want ik moet vanaf morgen 5 nachten werken. In ieder geval, ze komen om 11 uur mijn tv aansluiten. Ik heb een tv eindelijk, yay! Ik ben echt wel blij dat ik gewacht heb tot de zolder eigenlijk voor mijn tv te kopen. Ik heb geduld ook. What the hell? Waarom moet ik dat allemaal per se hebben in één moment? Ik woon hier al een jaar en ik heb juist onder de tv gewoond. Who cares? Waarom moet ik een super oude tv kopen als ik gewoon kan wachten tot de solden er zijn en mij een toonzaalmodel kan kopen dat deftig is. Misschien moet ik dat meer. Misschien ben ik meer iemand die geduld heeft. Ik kan wachten op hetgeen dat ik echt wil. Ik wil een lieve tv, maar ik ga naar de kringloop voor mijn servies. En ik steek mijn servies in mijn dure vaatwasser op. Oké? Ik ben alleen en ik heb een keuken met een vaatwasser. Oké? Fuck you. En ik heb een dure wasmachine van 9 kilo en ik ben alleen. Waarom heb ik dat? Omdat ik maar één keer per week wil wassen. Nou. Ik was maar één keer per week in mijn dure wasmachine van 9 kilogram. Ja, bitch. Oh mijn god. Nee, dat was echt mental gisteren. Dat van, oké, what the hell. Merci, maar ook geen merci. In ieder geval, ik heb een dosdeken dat al 2 weken in mijn koffer ligt, dat ik dringend moet gaan wassen. Dus ik ga dan nu naar de wasseret gaan. Ik ga dat in de wasseret steken. Ik ga terug naar huis komen en ik ga mijn video editen. En dan. Nee, ik ga eten, want ik vertik het. Want, weet wat we gaan doen? We gaan mijn schoenen in de vuilnisbak steken. Ik ben dat zo beu. Deze schoenen moesten al zeker 2 maanden in de vuilnisbak liggen. Ik ben zo uitstellen, uitstellen, uitstellen. En morgen gaan we nieuwe sportschoenen kopen. En ik ga geen één paar kopen, ik ga misschien geen twee paar kopen. Ik ga misschien wel 3 paar kopen, oké? 3 paar. Waarom? Omdat ik me dat kan repeteren. Oké. Oei, waar is mijn... Oh, en ik ga ook... Dit moet trouwens... Ik ga dat zo lang zetten, ik ben dat zo beu.
Voilà, je hebt gezien, ze zitten in de vuilnisbak. Ontbijtkaas. Dat is nog overschot van gisteren met een picknick, roastbeef met een sandwich met roastbeef. Dan heb ik nog een tasje thee. En nu ga ik gewoon mijn video editen. Hey guys, ik heb een tv en hij marcheert. Het ergste van alles, die stomme kabel was al aangesloten. Die mens van Tien had dat totaal niet moeten komen. Ik had eigenlijk, had ik die digirecorder meegekregen in de winkel, had ik dat zelf kunnen installeren en had ik gewoon tv gehad. Dus die voze mensen van, ik was er met echt niet aan rekenen. Die pre-install dinges, want dit is echt bullshit. Ik ga gewoon mijn video editen, want hij valt af en toe uit en aan. Dus hij zich nog wat aan het configureren, of noemt dat mijn digirecorder. Dus ik ga gewoon mijn video editen en opslaan. En dan ga ik alles wat ik moet doen, zodat we vanavond tv kunnen kijken. Dus yay! Maar ik moet zeker naar de Aldi gaan. Ik moet naar de Action gaan. Ik zou eigenlijk nog eens naar de GB moeten gaan. Hey guys, ik ga eventjes naar de Colruyt, de Aldi gaan. En hopelijk naar de Action gaan. Oh, ik zou ook naar de GB moeten ook. Oh, ik heb echt zoveel te doen. Oh, ik heb niet gecheckt. Shit. Ik moet dat eens checken. Ik weet niet hoeveel geld ik heb. Of ik kan ook naar de bank gaan. Nee, dat kan ik ook doen. Hey guys, ik ben net naar de bank geweest. Oh, ik moet 6 muntstukken hebben van 1 euro. En oh, ik moet meer geld gaan bestellen, maar de bank was nog niet open. Ja, het middagpauze is, maar oh, ik moet dringend gaan pissen, dus ik ga zien. Normaal moet altijd dat huis naar het toilet kunnen. Normaal is dat openbaar, dus de mam zou de wc's altijd openbaar zijn. Maar ik ben er nog nooit niet geweest, dus ik ga gewoon gaan zien wat dat open is en of je dan naar de wc kunt gaan. Want ik doe in mijn broek. Oké, het heeft ons wel een restartje gekost, maar we hebben ons klein geld. Ja, ik ben nog net terug van de Aldi en dit is hetgeen dat ik allemaal gekocht heb. Ik ben vooral blij met mijn legplankjes. Die had ik echt nodig. En er was ook een waterpas te koop voor, allee, 2 waterpassen te koop voor 8 euro. Dus ik kan twijfelen en al een frituurpot. Dat heb ik ook nog aan twijfelen. Het was 19 euro voor een kleintje. Dus, dat viel keigoed mee, maar we zijn begin van de maand en ik moet al mijn rekeningen nog beginnen betalen. Dus ik ga eerst eens doen voordat ik mijn geld aan een frituurpot spendeer en zo. Oh, by the way, ik kwam thuis en tada! We hebben een tv. Ik ben er nog niet over. Ik ga eens kijken naar wat ik kan kijken allemaal. Ik heb achtergrondmuziek nodig voor mijn... voor alles weg te zetten. Oei, het is wel veel dat ik geen signaal heb. Waar is MTV en zo? Alles is weggezet, guys. Ik ben nu een eitje aan het bakken en ik ga gewoon mijn vaatwasser leegmaken. En alles wegzetten. En dan kunnen we tv kijken. Waarom vindt mijn dingen geen digitale zenders? Ik heb momenteel 14 analoge zenders en 0 digitale zenders. What the hell? Hey guys, ik heb hem aangekregen. Tada! Maar bepaalde zenders zijn er nog altijd niet. Ik kon naar TV1 kijken, ze biedt voor het nieuws en zo, maar er is geen signaal. Dus ik hoop. Ik weet niet wat ik moet doen eigenlijk. Ik kan een signaalversterker kopen, gelijk een wifi-dingen, voor het signaal te versterken als je internet beter wilt maken boven. Ik weet het niet hoe. Maar ik hoop toch dat ik ze biedt naar het nieuws kan kijken.
VTM of TV1, maakt me niet uit, maar... Ik kan zo de gewone dingen zien. Nieuws, weerbericht, de saaie dingen zien. Ik ben nu een tasje thee aan het drinken. En een rijsttaartje. Je kunt zien. Ah, by the way, ik heb mijn zetel veranderd. Ik heb hem nu zo gezet. Echt, ik weet niet of je het kunt zien. Ik heb hem nu tegen die muur gezet. Guys, ik ben nog maar 2 uur TV aan het kijken en ik heb al kapijn. Oh, ik denk dat het echt... Hey guys, ik ga slapen. Morgen zijn we dinsdag. Alvast een happy dinsdag. Vergeet niet te delen, te abonneren en een duimpje omhoog te doen. Tot morgen guys. Doei.